Oké, we hebben dus drie standen: 180, 200 en 230. Hier zit de afkoelknop. Dus onder het krullen koelt hij hem ook direct af. Je kan de krul naar rechts doen of je kan hem naar links doen. En als je goed kijkt, heb je hierin de streepjes die je ziet, dat is het afkoelsysteem. Dus als je hem draait, koelt hij hem ook weer direct af. Oké, dus ik pak een pluk. Dan schuif ik hem erin. En dan ga ik hem krullen. Dan beweeg ik hem iets, zodat de krul strak in het haar komt. En dan is het gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan haal ik hem eruit. En dan zit hij erin. Nou, dan pak ik weer een plukje. Dan zet ik hem er ook weer op. En dan draai ik hem dus nu de andere kant op. En dan is het 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan haal ik hem eruit. Dus ik zet hem ertussen.